Ja, dit is de werklijst 2018 glazenwasserij Honkoop. In september is hij hier gebleven. Dat betekent dat in oktober gaan we dan hier dingen invullen. Dat doen we pas na de maand december. En dan vullen we het eigenlijk over 3 maanden vullen we het in. In principe kun je dan hier de datum inzetten. Nou, dat zijn de data's die Jos op zijn werklijst hebt. En dan kunnen we de omzet kan ik gewoon kopiëren. En de omzet is dan vanaf zeg maar dat adres, want dit heeft hij dan, het laatste adres heeft hij dan Ja, tot en hier met daar, tot en met of daar, ja. daar. En dan is de eerstvolgende dan zeg maar Heemstede Jos Gimmeke. Dan kan ik deze gewoon kopiëren. Dan helemaal natuurlijk tot het eind. Die kan ik hier Ctrl C kopiëren. En die zet ik dan in oktober. Zet ik die dan neer. En dan doe ik rechtermuisknop. Klik erop, rechtermuisknop, en dan druk ik het tweede plaatje, druk ik in. Op die manier staat het er mooi in. Uiteindelijk als ik dan van die hele maand oktober het resultaat in totaal wil weten, dan druk ik hieronder en druk ik hier op het opsomtekentje. En ik druk dan op enter. En dat is nog wel een gedoetje. Ja. Dan verzamelt het hier het totaal. Op het moment dat ik dat dan boven bij de omzet wil hebben, druk ik hier op die. En dan druk ik op is. En dan enter. Nee, is. Die. Is. Ja, dan ben ik het hier dus alweer vergeten. Zie ik, ik kom er niet uit. Nou, ik heb in ieder geval.